Heeft Senegal nou echt alleen maar pure snelheid en fysieke kracht? Waar je vandaag tijdens het WK op zou kunnen letten. En een min of meer willekeurige anekdote van... Willem Vissers. Speeldag 11. Senegal wist de eerste wedstrijd enigszins verrassend te winnen van Polen. Volgens veel commentatoren en analisten hadden de Senegalezen dit vooral te danken aan hun snelheid en fysieke kracht. Een vaak gehoord, maar nogal flauw stereotype van Afrikaanse voetballers. Er circuleert zelfs een bingo-kaart met dit soort clichés. Die kun je er mooi naast houden als je naar commentaar bij een wedstrijd van een Afrikaanse ploeg luistert. Senegal heeft snelle en sterke spelers, maar won omdat ze goed georganiseerd waren, creatief speelden en intelligent paasten. De wedstrijd tegen Japan is een mooie gelegenheid voor commentatoren om eens te stoppen met al die stereotypes. En echt naar het voetbal van Senegal te kijken. Anekdote van Willem Vissers. Japan. Japan is een land wat heel graag goed wil kunnen voetballen. Doen er echt alles aan. Je ziet ook overal in Europa journalisten, Japanse journalisten die kennis opsnijven, die de spelers van hun land volgen. Een van de mooiste spelers van Japan is Keisuke Honda. Schitterende aanvallende middenvelder met een prachtig linkerbeen. Die was op een gegeven moment bij VVV in het bescheiden Noord-Limburg. Hai Berden, de voorzitter, die had via zijn zakenrelaties had die Keisuke Honda weten te contracteren. En daar hebben we ontzettend van genoten. Die werd dat jaar beste speler van de eerste divisie. Nou zegt hij niet alles, want het is maar de eerste divisie, maar hij was wel beste speler. Hij heeft later schitterende transfers gemaakt. VVV heeft hem verkocht voor 6 miljoen euro. Dat is de beste deal die VVV ooit gedaan heeft. Later kwam hij terecht bij CSKA Moskou, bij AC Milan. Speelt nu ergens in Mexico bij Pachuca. En normaal gesproken speelt hij ook nog steeds straks op het WK. Let op hem, Keisuke Honda. Meestal een mooi kapsel. Echt goede speler. Tot morgen!